selbst im Zentrum des Zweifels. Ein Fremdes auf Erden, papierene Routen. Ein Wunsch ohne Ziel, ein Glück ohne Spur. Du machst einen Anfang zwischen Gärten und Gleisen. Als Ganzes erschaffen, eine innere Uhr. Zählst die Stunden, die Minuten. Verlässt das Haus, durchtrennst die Schnur. Und gehst durch Wunden, die noch bluten. Wie durch ein Tor zu einer anderen Welt. Er was eens een arme vrouw die twee dochters had, Sneeuwwitje en Rozenrood. Ze woonden in een hutje in het bos. Op een avond in de winter was het aan het sneeuwen. Moeder zat gezellig met Sneeuwwitje en Rozenrood bij de haard. Ja, is dat onweer buiten? Ja? Stond het weekend helemaal vol. Bij de grens. Ja. Dan staan er meer dan 1000 auto's. Gaat het goed, Henk? Ja, ik zal steken zo nog eentje op. Zou ik nou wel doen, ja. Is dat Mimi op de film, ja? Nee, ja, ik leg een lammetje. Dus je probeert wel inderdaad voor het slapen gaan thuis te zijn? Ja, ik begin liever 's morgens vroeg en dan s'avonds om zo laat thuis te zijn om de kleine nog in bad te doen. Ja. En dan gaat ze slapen en doet papa aan het bed en een sprookje lezen. Uh-huh. En dan valt ze in slaap. Auw, wat is dat? Valt het mee of valt het tegen? Dit is niks. Dit is niks. Naar het Notaan bij mij door liefde. Maar we zijn er al. Jij dan op straks. Kijk of de slotjes goed zijn. Ja, verzekerd. Ja, belangrijk werk. Vraag hem even tussen. Ja, gaat al super goed. Ja. Zo, we zijn in Polen. Nu zijn die polen, ja. Is dit op die beruchte straat waar die meisjes lopen? Nee, dat is nog verderop. Die zijn er niet meer. Die zijn er niet meer? Ze hebben 200 landen uitgeschoten. 200? Ja. Nou, het waren noodzakelijk. Tenminste, wat ik ervan zien kon, drugs meiden. Als je 's morgens om 7:30 staat, dan... Ja, dan markeert er wel iets aan. Nu staan ze zwaaien aan de kant van de weg. Dat waren allemaal Bulgaarsen. Staan die jongens hier allemaal? Ja, die zullen ergens op wachten, maar niet op mij. Op auto's? Ik denk het. Van familie al bekenden. Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Nee, dat was super. Nou, het kan vleuren, maar normaal gesproken, anderhalf uur kan ik niks zeggen. Dat is normaal. Henk Toebes, goedemiddag. Dag Henk, hoe is het leven? Heel goed. Wie heb ik aan, Ewald? Ja. Heel goed, Ewald, met Yvonne Herberts, maar we zijn nu net de grens over. Jullie gaan nu net de grens over? Ja. We hebben alles ingeklaard. Oké, waar gaan jullie naartoe? Naar jou. Nou, wat zeggen, wat, noem eens wat. Daar zijn jullie ongeveer om 18 uur. Ja. Half acht uur, hè? Ja, is dat te laat? Oké, ik ben op kantoor gewoon. Oké. Jullie hebben nog niet gegeten, neem ik aan. Nee. Oké, ik heb wat thuis klaargemaakt, dus dan kom ik jullie ophalen. Dan gaan we naar mijn huis toe, dan kunnen we daar eten en dan zien we wel hoe het verder gaat. Heb je daar de kok weer wel? Nee, Henk, wees maar niet bang. Oh, nee, dat is goed. Oké, tot straks. Hey, tot straks, hè. Jo, groetjes. Hoi, hoi. Sneeuwwitje trouwde met hem. Rozenrood trouwde met zijn broer. Samen deelden ze de schatten.
die ze in het hol van de dwerg vonden en ze leefden nog lang en gelukkig. Geef papa een kus. Ga slapen. Dag. Dada. Dag. En heel lang geleden, ik weet niet eens meer wanneer in Moskou de Olympische Spelen waren, maar een paar jaar daarvoor, vertelde de douane het verhaal in dat een autobaan werd aangelegd aan de Poolse grens tot aan Moskou. Maar dan konden de bezoekers van de Olympiade rechtstreeks van Amsterdam naar Moskou over de autobaan. Nou, je zegt het is misschien 3-4 kilometer, maar jij niet. De rest komt, maar niemand weet wanneer. Zijn het harde werkers? Ja, sommigen wel, maar een heleboel denken dan nou, als we maar een beetje werken en overmorgen zijn we allemaal miljonair, omdat de democratie is, maar ja, zo werkt dat dus niet. Hier is het, aan de overkant. Ja, een dakgarage. Hoe aan. Staat een groot zaak aangekondigd. Ja. Oh, spiegel, gaan de spiegel. Ja, dat is heel wat anders dan 10 jaar geleden, in 1990. Toen ik de eerste keer in Polen kwam, was er nagenoeg gezegd niets. Er was er wel normaal eten te krijgen, maar zoals nu de supermarktketens, Poolse en ook West-Europese en Amerikaanse winkelbedrijven hier opgebouwd zijn, dat was er toen in die tijd helemaal niet. En ik kan me nog goed herinneren, 2 of 3 in Nederland, toen de eerste supermarkt geopend werd hier in Poznan. Nou, daar stonden de mensen in de rij om naar binnen te komen. En 4, 5 uur, dat was geen uitzondering, maar dat was voor de mensen een uitje. Nou, de eerste 3 jaar waren best heel moeilijk. Je hebt toch een bepaalde toekomst in Polen en je vecht met verschillende dingen. En dat is met een andere cultuur. En je zult ook graag terug willen bijvoorbeeld naar vrienden. Maar dat gaat allemaal over. Dag hier. Hallo. Hier zijn we dan. Ja, goede reis gehad voor. Ja, prima. Ja? Ja. Alles naar tevredenheid gelopen? Ja, absoluut. Ook aan de grens? Ja, 1,5 uurtje zegt Henk is niks, ik vond plan. Nou, dat valt heel erg mee, ja. Ja. Wat een groot bedrijf heb je hier, hè? Ja, je hebt het begin net gezien. Terechtgekomen. Hoe ben ik hier terechtgekomen? We hadden al lang contacten met Polen, 35 jaar geleden, mijn vader vooral. En toen de grens wegviel, in 1989 de muur wegviel in Berlijn, et cetera, was er in 1990 de noodzaak om. Ik pak even de telefoon op hoor. Raben, Sugam, nee. Toen hadden we een steunpunt nodig. Nou, ik ben alleen begonnen. We zijn nu ongeveer met 950 mensen. Dit bedrijf is groter dan in Nederland nu, hè? Dit bedrijf is groter dan in Nederland. We hebben ook sinds 1994 hebben we gezegd, oké, de expansie ligt in Polen. Daar is de markt. In Nederland is de markt toch wel afgeroomd en er staan de prijzen onder druk. In Polen nu inmiddels ook. De betere tijden van marges, et cetera, in 4, 5, 6, 9, die zijn voorbij. Mijn vrouw is Poolse en. Sorry hoor. Raben. Hallo. Tak. Nee, het gaat, is leuk in Polen. Ik denk zeker dat het belangrijk is dat je je goed thuis voelt. Zeker als je iets op wilt bouwen voor een langere tijd. En ja, dat kun je eigenlijk alleen op dat moment dan doen als je goede support hebt van je gezin. Nice of you to invite us for dinner. Thank you. It's a Roman in Poland. Aha, because Polish people are very polite and very kindly friendly, and always when there are some visitors, yes. Polish people invite them for the house, so yes. To dinner, drink coffee, it's a lucky Are we lucky? Yes, that you are in Poland.
Je hebt je vrouw hier ontmoet? Ze werkte bij ons in het bedrijf en een half jaar hebben we elkaar wel samengewerkt, maar we hebben elkaar pas leren kennen na een half jaar, hè, Dorota? Dank u. In Polen, waarvan 3 eigen distributiecentra, 9 kleine distributiedepots en we gaan dit jaar nog 1 in juni, 1 in juli en 1 in september openen. In totaal hebben we 15 en dat is ook genoeg om ons netwerk in Polen af te dekken. We doen paaseldistributie zowel internationaal als nationaal. Nationaal is natuurlijk Polen, internationaal is heel Europa, Amerika en Canada. En de hoofdzaak ligt toch zeker op Nederland. Omdat daar natuurlijk de meeste contacten liggen en daar werken we met ons eigenlijk moederbedrijf. En daar komen de meeste goederen vandaan. Kijk, we hebben een eigen naam ontwikkeld. In Nederland zou het de Nederlandse pakketdienst heten. En wij hebben Sipkapatska, dat heet Fast Parcel. Wij hebben een 24 uur dienst binnen Polen als eerste geïmplementeerd. En we zijn zelfs dat product nog verder aan het verbeteren. Als je wilt differentiëren op de Poolse markt, moet je wat aanbieden wat een ander niet kan. En we gaan straks beginnen met nachtleveringen, speciaal voor de auto-onderdelen. Op tour met Rabe. Ja. Ja. Goedemiddag, morgen. Ja, koffie zwart. Puur wodka waar ik heb inzet. Je meet het. Ja. Dus het was een zware nacht. Ja. Wel leuk? Jazeker, zat geen schuim op. Nee, dat was wel leuk. En wat is de reden voor jullie bezoek nou hier? De onderlinge samenwerking te bevorderen. Vandaar zijn we dus met mensen van verschillende afdelingen hier. En hebben dus verschillende meetingen om daarmee de onderlinge samenwerking met elkaar te bevorderen. Dus je wil echt dat mensen op de hoogte zijn van wat er hier gebeurt? Klopt, ja. Op dit moment zijn de planners hier met elkaar aan het praten. We moeten nog even een probleem oplossen voor een klant. In Nederland hebben we 100 mensen in dienst. Come in, my group, come in. One part divide this room on the kitchen and, I'm sorry, bathroom. The second part, it was like the dining room. Wat zijn de problemen die jullie onder elkaar hebben waar jij door bent? Nou, het is vaak communicatie en het cultuurverschil wat er is, die veroorzaakt dat soms er toch onderlinge misvattingen zijn en elkaar niet goed begrijpt, omdat we anders opgevoed zijn in Polen en in Nederland. De attitude van de werknemer is toch wat anders dan in Polen. Wij werken hier in 3 ploegen, we werken 24 uur per dag, 7 dagen per week en het is geen probleem om daar de mensen voor te vinden. Overuren, natuurlijk betalen we die, maar overuren zijn mensen zijn altijd geïnteresseerd om die te maken. In Nederland zouden er toch wat discussies opleveren. Ja, de transportkennis uit Nederland is veel groter als hier in Polen. En vandaar dat wij soms in Nederland dingen misschien sneller begrijpen als hier in Polen. Als je een onderneming van begin af aan op wilt bouwen in Polen, is de Poolstaal een must. Wat wel een probleem extra is, dat in Polen veel meer bureaucratie is. In Nederland wordt veel makkelijker bepaalde dingen geaccepteerd door de lokale overheden als in Polen. Het duurt allemaal wat langer. Zwaar hoe niet dan? Wat hier getekend? Wat getekend? Ik heb misschien een kastje meer gezien. Ik was ook helemaal niet te kloppen. My group is here. Hier verpakken we alle goederen die voor een klant die uit Duitsland komen. Die moeten gestickerd worden, moeten gelabeld worden met Poolse tekst, anders mogen ze niet verkocht worden. We kunnen hier een goed voorbeeld zien.
got one crow, mama. All these houses were built on the same line, and here now you see the walls, but in fact there were no walls between the houses. So we can say that 10 families, grandparents and young people and children, they took place in the whole human life. So one lovers, one man hear what the other man made with the wife. En deze, ze mogen er eigenlijk van het waan niet in, maar ik denk dat hij een oogje dicht doet. Dit zijn alle pakketten, je ziet het allemaal. Allemaal zendingen die uit het buitenland komen, die hebben een speciaal label export. Die komt bijvoorbeeld uit Duitsland, deze. En die wachten voor inklaring. Het moet een afgesloten ruimte zijn. Het is ook allemaal gaas boven, zijkant, alles dat het s'avonds verzegeld kan worden, dat er niemand in of uit kan. De douane is de grootste bottleneck. Als dat niet goed zou lopen, dan zou dat een probleem geven. Come here, everybody, my group. So you see that the soldiers of the Bad Army must walk on this very narrow bridge, because narrow, different like in Lednica. Here the bridge was very narrow. Only one or two people, not so many. So the people who wanted to come here. I'm a human resources director. What is that? I'm looking for right people in the right position for all Rabin companies in Poland. Is that a hard job? I think so. It's not easy to find so many people, because we have more than 1,000, and it's really not easy. Some high schools call us Rabin University, because people after one and a half years, they know so many new things. Nobody knows just what they learn here. So after 1-2 years, they are so good specialists that another company really wants this kind of people. And this is the problem also for us. So if we want to keep good, right people here, we have to pay good salary. That's what I said before. Good accommodation, very good atmosphere. It's very important, and I don't know if it's not the most important things in the company. But they're not allowed to smoke in the office? No, it's not allowed to smoke in the office. It's not allowed to eat in the office. Uh-huh. Also. And it's not allowed to walking a lot in the office. We have to use our equipment, telephones, because we don't want to make big mess. Yes, mi skończę herbatę. Moet je mami bellen? Ja? Je rood belieft het rata. Daar is hij, cześć. Ik moet even mama vertellen dat ze naar haar zin had. Maar ze wil toch wel naar huis toe. Maar ze is... Cathedral was built in 10th century on a very small hill on a place of the pagans. Any questions? No questions, so let's go. Voor de eerste keer hier? Van de Raben uit Winterswijk? Uit Winterswijk, ja. En wat vind je hiervan? Gigantisch rood. Ik had een voorstelling, maar dit overtreft echt alles. Ja, het is ook heel anders dan wat wij doen. Hè. Wij leveren wel de stoegerouders hier naartoe of de complete ouders, maar hier is veel meer nationale distributie. Hè. Dus het is wel het is indrukwekkend. Het
is net een mierennest, hè. Het is hartstikke druk. Dus er is veel te doen. Maar er wordt ook veel gedaan. Any questions? Okay. De gemiddelde leeftijd ligt tussen 27 en 28 jaar ongeveer binnen het bedrijf. Ja, ja. En ze spreken Frans, Duits? Frans, Duits, Engels. Hoofdzakelijk één taal, twee talen is toch al wat moeilijker. Veel tijd is besteden aan opleiding. De mensen worden 4 dagen per jaar getraind, intern of extern. En daarnaast zijn er ook vaak gezamenlijke casebesprekingen binnen de afdelingen. Om, als er iets beter kan of geoptimaliseerd kan worden, wordt het binnen de afdeling ook nog besproken. Van, vroeger was het, hadden ze geen spullen in de winkel en wel geld. En nou is het net andersom. Wel geld. Of wel spullen, maar geen geld. Dus het wordt een klein beetje te veel gejat. Maar deze mensen hebben wel geld, want die verdienen, neem ik aan, een keurige boterham. Die verdienen een keurige boterham en die zullen niet, ik neem aan, niet stelen. Wat natuurlijk wel een probleem is op dit moment in Polen. Vroeger hadden we geen bewaakte parkeerplaats nodig voor luxewagens en vrachtwagens. En dat heb je nu wel. Wat houden die mensen dan over? Die houden over tussen de 1000 en 1200 D-mark. Dat is boven het gemiddelde hier, hè? Is boven het gemiddelde, ja. Gemiddelde loon binnen Polen netto zou op 600 D-mark ongeveer liggen op dit moment. Hij doet het altijd beter. Ja, 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 ja. No. We zitten all together. Mijn groep zit al together. Oei, hey, iemand heeft in elkaar. We hebben wel keuzes gemaakt binnen de familie wat we willen bereiken hier binnen Polen. In Nederland heb ik de verantwoordelijkheid. Dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid in het verleden, omdat er bij ons toen een planner wegging. Dat ik eigenlijk vrij automatisch op dat moment op kantoor ben gekomen. En uiteindelijk heeft Ewald toen voor zichzelf besloten van nou, ik wil naar Polen heen. Ook een beetje met de achtergrond van als ik dat niet doe, dan moet ik dienst in. En daar had hij ook niet zoveel zin in. Dus hij heeft een stap gewaagd om naar Polen te gaan. Ja, ik ben alleen naar Polen gegaan. En, met een VW'tje heb ik. Met een VW'tje waar meer olie als diesel uiteindelijk in moest, als ik naar Polen ging. Maar dat is natuurlijk het begin en dan ga je helemaal alleen. Maar dan is het natuurlijk belangrijk, als je alleen bent, om goede mensen om je heen te krijgen. En ik denk dat me dat gelukt is. Wat is het verschil tussen jou en Ewald? Het verschil? Nou, dat Ewald hier in Polen denk ik op zijn plek is. En ik in Nederland. Ewald is wat harder en korter af, zo gezegd, wat je hier in Polen gewoon nodig hebt. In deze cultuur, met deze mensen, om iets van de grond te krijgen. En ik ben misschien iets minder hard, wat in Nederland gewoon weer beter tot zijn recht komt. Ik ben ook een persoon die, als ik iets lang altijd op dezelfde manier moet doen, dan gaat me dat vervelen. Dus ik ben eigenlijk altijd weer op zoek naar nieuwe dingen, nieuwe projecten, nieuwe uitdagingen. En ik denk dat Marco meer de persoon is die de business die er is, om die voor te zetten. En omdat we ver van elkaar af zitten, gaat de samenwerking gewoon goed. Hadden omdat jullie ver van elkaar af zitten? Nou, ja, als je zeg maar allebei in Winterswijk hadden gezeten, of allebei in Polen. En was het slaande ruzie geworden? Nou, dat zeg ik niet, maar dan heb je gewoon, dan moet je gewoon zorgen dat je verantwoordelijkheden goed scheidt om zeg maar geen problemen te krijgen. Want je kunt niet twee kapiteins op één schip hebben. Ik denk dat ik harder ben. Soms misschien wel te haast. From that moment you don't follow me, but you follow your wives and your husbands. And I wish you to have the questions only for them. I want to thank you very much again and I wish you all the best. Als de mensen van de universiteit afkomen, ik bijvoorbeeld hier de Economische Universiteit in Poznan, komen daar mensen vandaan, dan krijgen ze al meegegeven, jongens, pas op, als je naar een buitenland bedrijf gaat, moet je zoveel geld vragen en je moet zo'n auto vragen en je moet meteen een mobiele telefoon vragen, een laptop, et cetera, et cetera. Of je het nodig hebt voor je werk is niet belangrijk, maar vraag het in ieder geval. Dus die mensen worden ook opgeleid in die richting. En waarom? Omdat daar, denk ik, veel mensen van
oude staf zit, hè, oude professoren, leraren, et cetera, die allemaal die dingen die ze graag wilden hebben, nooit hebben kunnen krijgen. De Blues Brothers! En terug te komen met die vrienden. We hebben het ingerenoveerd en zeiden, ja, dan mist je het aan het huis. Je hebt geen tennisplaats, je hebt geen bubbelbad, je hebt geen sauna. En de nieuwe generatie Polen, die dus redelijk hun geld kunnen verdienen, die verwachten allemaal dat je zulke dingen in huis hebt. En wij vinden dat niet nodig. Kijk, als je een huis goed gerenoveerd hebt en je kunt er goed in wonen, en dan ga je toch, je hoeft van ons in ieder geval niet allemaal die A's en O's allemaal in het huis en aan het huis te zitten. Mm. Hey, kom je bij papa zitten? Hey, doe jij even netjes? She wants to say something. She wants to say something. Wat ga je vertellen? Zeg maar, Natalie, hey opa. What? Zeg maar, hey opa, hou je mond. Hey opa, Amma. Hier Natalie, hier daar, kijken. Daar, zeg maar daar. Daar. Ja. Een personeelsfeest. Ja, het blijkt wel dat ook in Polen dat de mensen ze beter kunnen vermaken tijdens een feest als de partners er niet bij zijn. Helaas is het ook. Het is leuk. Dorota, you're not brought up like that with tennis courts and swimming pools. And no. You look at it differently, I guess. I'm a different. I think that is the quite of the education, which education you got from your family. Ja, absoluut. Kijk, dit is niet, zoiets is niet normaal in Polen. Er wordt niets gedaan, zeker in de staatsbedrijven niet. En er zijn ook, denk ik, veel privébedrijven waar de afstand tussen de eigenaar of de directeur van een bedrijf en samen met de mensen, die is een stuk verder dan bij ons. En dat is natuurlijk leuk, dat je op zo'n manier, op een positieve manier, de mensen kunt motiveren. My family is very modern. And they gave me a free hand that I could see abroad everything, how is going the life. Because few years I spent abroad. And then I saw how people can live, and they don't need a swimming pool and tennis court for normal life. Dorothee, daar ben jij. Yes, me. En dat zijn de vrouw en de man van de company die dit soort acts uitvoeren. I wanted to go to somewhere to live abroad, but now I think that Poland is a beautiful country, nice country, when you have a good job, and then you can really live in Poland. It's really nice country with the future. En ik denk dat het ook een juiste song is, want je hebt vandaag gevraagd of we het allemaal alleen hebben gedaan. Maar dat is absoluut niet zo, want we hebben de een en de ander nodig. I need you, you and you. Om de effecten binnen Polen te kunnen bereiken. Of course I'm not happy with some small things in Poland, but I think that like health, social security. I think it's still terrible in Poland. Deze spullen komen uit Nederland. Kom uit Nederland. Dzień dobry. Zo, hier was de hulpgoederen van een Nederlandse man die verzamelt allemaal goederen. En die stuurt hij naar weeshuizen in Polen, allemaal arme kinderen. En mevrouw is erbij om daar te helpen te sorteren. Wij doen het transport naar Polen dan voor die mensen. Hij verzorgt dan dat hij alle goederen krijgt. Alles snel dus een liedje dicht en zet ze terug naar Brakewal. Ja, dat is het liedje.
eerste polis door kant Ije. Door kant Ije, terra. Ije do domu dziecka do, na Wrocław. Gaan een weeshuis in Wrocław, gaat er een deel? Naar de terreinen van Powodziowa. Naar de regio's waar twee jaar geleden in 1997 de overstromingen waren. Vooral die regio's zijn zwaar getroffen. En in weeshuizen, natuurlijk omdat die geen geld hadden, waren vaak slecht of überhaupt niet verzekerd. Nu we het over die sociale situatie hebben, hoe is dat nu? Sinds in januari is er een nieuwe sociale wet aangenomen die tot op de dag van vandaag absoluut niet functioneert. Zeker weeshuizen die vallen buiten de boot. Helaas, daar wordt überhaupt niets aan gedaan. Als daar kinderen ziek zijn in een weeshuis en ze hebben 40 graden koorts, kleine kinderen van 2, 3 jaar, dan wil de dokter absoluut niet komen omdat hij daar geen geld voor krijgt betaald. Dus democratie betekent niet vooruitgang altijd? Niet altijd. Ik denk dat, dat daar ook de verkeerde mensen hebben gezeten. Ik ben een consulent. Daar? Dit is Yvonne Habets van de TROS uit Nederland. Ja. Wij komen Koninginnedag vieren. Kan dat? Ik verstehe leider niet Nederland, dus ook Holland. We komen de Geburtstag onze Königin feiern. Dat wissen we. Dat is goed? Dat is perfect. Okay. Je mag mee. Kom maar. Okay. Hallo. Ja, het is de kerstavond van Nederland. De belangrijkste feestdag van Nederland. Zeker dit jaar, omdat Juliana 90 jaar is. Klowa Juliana. Zaangażowanie holenderskie czy niderlandzkie w Polsce rośnie z roku na rok i coraz bardziej widoczna jest holenderskość i flaga holenderska w pejzażu gospodarczym Polski. Dańska woda, dański argolwasser wynaleziona przez holenderskich menonitów, nie przez Niemców. I to jest właśnie najlepsza okazja do tego, żeby teraz wnieść wspólnie, to prawda nie złotą wodą, ale wspólnie to za pomyślność rodziny królewskiej i za pomyślność stosunków polsko-holenderskich. Państwo macie coś w ręce. Tak? Jest voor jou, dan kun je ook mee toasten, alsjeblieft. Waar is die? Na zdrowie. Ja, ik kan het ook niet begrijpen. Nederlandse consul in Polen. En die vertelt allemaal in het Pools helaas. Over de samenwerking met de Nederlanders in Polen. En dat de Nederlanders al eeuwenlang in Polen zitten. Maar dat is best wel een interessant verhaal. Maar je zou het eigenlijk in het Nederlands moeten doen. Maar jij verstond het dus niet? Nee. Ik ben hier voor de derde week. Dus. Wat? Ik ben hier voor de derde week. Dus, ja. En u, verstond jij? Ik heb het half verstaan. Half verstaan. Wat woorden? En jij? Woorden eruit. Ja? En hoe lang ben jij hier? Ik ben hier nu ruim een jaar. Ja. Maar de taal is gewoon verschrikkelijk moeilijk. Proost. Proost. Op Juliana. Met stroompje. Marcel verkoopt landbouwmachines. Stel dat hij geen landbouwmachines verkoopt. Ja, dan zouden wij als Raben niks te transporteren hebben. Maar dan hebben we nog Koen. Ja, zeker. Als hij geen landbouwmachines koopt, wordt door de boer geen graan verbouwd. Heeft hij geen graan om brood te bakken? Als hij dan geen brood bakt, hebben wij weer niks te vervoeren. Uiteindelijk, het leuke van het verhaal is... Eigenlijk is het allemaal... Aan twee mensen kan ik verdienen. Nou vind ik het alleen jammer, Ewald, dat jij het verhaal vertelt, maar hij heeft het bedacht, hè? Ja. 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 Doe nou daarom, en daarom ben ik gewoon blij dat we Ewald te omhelzen hebben. Het is weer een mooi verhaal. Nee, Koen, maar jij bereikt... Nog een keer. Als wij de boer niet hebben, verkoopt de bakker geen brood. Als wij niks vervoeren, heeft Ewald geen brood. En eigenlijk, begin bij het verbeteren van de wereld, begin bij het brood. Ik vind dit wel een erg superbeek spotje, hoor. Ik vind het weer een mooi verhaal. Ik vind het weer een mooi verhaal voor het einde van jouw carrière. En jullie komen ook nog eens allemaal uit. Waar komen de wijzen vandaan? De Batavieren. Uit het oosten. Hierwaar. Dank u, heer. Dank u. Alsjeblieft, de trucker stelling voor jou. Dank u. Geen dank.
Gaan we de pot hier vergeten? Ja? Is goed. Oké, proces. Hoi. Wat hoorde ik nou, Ewald? Problemen met een vrachtwagen van jullie? Ja, vorig jaar is er een auto van ons gestolen. In de buurt van de Russische grens. En lading weg, auto weg, aanhangwagen, de containers die erop stonden, allemaal weg. De afgelopen maandag was ik bij ons filiaal in Gliwice. En er staat een type aanhanger, nou precies hetzelfde zoals wij die hebben. Maar in andere kleur. En toen ben ik erheen gelopen. Ik denk, het zou haast toeval moeten zijn dat een andere firma in Polen of in Duitsland dezelfde type aanhangwagens gebruikt als wij. Dus we hebben gezocht, nadat je die zwarte verf had wegkrassen, dan kwam onze kleur er doorheen. Daar hebben ze alle nummers, chassisnummers en et cetera, wat belangrijk is voor die auto, hebben ze eraf gehaald. Behalve ze hebben de kleine nummers van de assen er niet afgehaald. En die hebben dus gecheckt of die aan onze auto's waren gemonteerd, ja of nee. En dat klopte, die waren van ons gemonteerd. Dus we hebben de zaak verder gegeven aan de politie. En we hebben onze aanhangwagen terug. We krijgen onze aanhangwagen terug. In een andere kleur, een jaartje langer gebruikt, maar ja, helaas. We hebben hem terug, dat is het belangrijkste. Groet uit Wilderswijk. Zie je dat? Kijk je die van je broertje? Ja, dat moeten we even nog officieel doen. Doe het officieel dan, ik wil het graag hebben. Bro. Ik wil graag een bloembal in de tuin zetten. Iedereen die zaken doet met een land als Polen of met een land wat verder ligt dan Polen, weet dat deze zaken gebeuren en we doen alles eraan. We nemen allerlei voorzorgsmaatregelen. Maar voorkomen kun je het uiteindelijk nooit helemaal. En flower bulbs, where we have very good success with the last 2 months going into Poland because of the problems on the border. But today we didn't have phytosanitary control. We didn't have a customs check, but they are here. And for all the colleagues we are working with in Poland from Holland. Die 2 keer dat het gebeurd is, hebben onze chauffeurs niks opgelopen. Maar we weten er ook van collega vervoerders dat waar de chauffeur nog steeds in Rusland vastzit of hij helemaal verdwenen is van de wereld. De auto weg, de goederen weg en de chauffeur weg. En tot de dag van vandaag dat ze aan het zoeken zijn waar uiteindelijk de chauffeur kan zijn. Zo. Dat is heftig. Ja, dat is heftig. Thank you. Alsjeblieft. Lekker? Zeg maar ja. Lekker? Moet papa helpen, Nathalie? Ja. Nee? Ja, nee. Ben je niet een beetje sla? Ben je niet een chefwerk, Nathalie? Nee. Nee, ben je alleen maar... Ja? Mag papa bij jou zitten, Nathalie? Mosje, ga liggen. Ben je niet een lekker stukje vlees van papa? Kijk eens, hè? Je wil, hè? Is lekker. Waar heb je dit in de peuterzaal gehad? Ja. En was het lekker? Zo. Wil je haar tweetalig opvoeden? Ja. Ze spreekt alleen nog maar Pools, maar Nederlands begrijpt ze. En is heel langzaam aan het gaan ze ook Nederlands spreken. Door Nederlandse sprookjes te lezen, et cetera, lukt het langzaam, hè? Nathalie? Ja. Moet papa vanavond een sprookje lezen? Ja. Ja? We zouden terug kunnen gaan als we misschien binnen 10 jaar, we zouden terug kunnen gaan over 20 jaar. Alhoewel het in Polen zoveel veranderd is, dat het ook hetzelfde als in Nederland is. Je hebt hier je vrienden, je hebt hier die kennis, je hebt hier je hebt hier business. En natuurlijk waar je business is, is vaak je thuis en in ons geval zeker. Ja. Is een goede vraag. Ik zou er geen moeilijk een antwoord op kunnen geven. Maar waarom leert zij dan Nederland? Ik spreek met haar Nederlands, omdat ik ben Nederlander. En zij is Nederlandse. En waarom zou ze niet tweetalig opgevoed zijn? But would you like to live in Holland one day? Sorry? Would you like to live in Holland? No. No. I don't know about
not in Holland. In Holland is a very good life, so for us together. Yeah. So you will stay here? I like stay here, but I don't know if what will be in the future. Maybe we will see. Maybe you once come to visit in the Ukraine. Right. Maybe. I have to go follow him. So we will see. Handjes binnenboord, handjes binnenboord. Wat op de camera. Okay. Zeg maar daar. Het is een beetje de paradox van de ondernemer in Oost-Europa. Je hebt een ongelooflijk hoop mensen het werk, maar toch word je behandeld als een hond. Je zit er ook als een hond. Ja, verschrikkelijk. Ja, ik voel me gezond. Ik haar een idioot op dit moment. Echt koninginnedag 1999. Ik haar een idioot. Verschrikkelijk. Op 3. Dat is een mooie echt Armani-pak, nou, dat hangt onder mijn haar. Armani-pak, jongen, onder de Labrador haar. Ik word even knettergek. Echt, met een Labrador voering op dit moment. Het knettergek van, nou, het brand uit. Stop eruit. Het was leuk, Yvonne in Oost-Europa. Even een landje aan. Zie je straks? Niet weglopen.